Welkom bij Spakenburg Nu. Wat hebben we vandaag voor u? Open dag Heinen en Hopman. Modeshow op het Spuiplein. Bunschoten Stadsweiden. Project Ondernemend Onderwijs Oostwende. Heinen en Hopman installaties is verhuisd van de productieweg naar de Zuidwenk. Daar moest grondig verbouwd worden en inmiddels is het zover dat iedereen het kan en mag zien. Daar kreeg men zaterdag 23 september de gelegenheid voor, omdat er van 11 tot 1 uur open dag was. En daar waren we als De Los natuurlijk bij. Thibaut de Harde, directeur Heinen Hopman installaties. Nu kennen we Heinen Hopman van engineering en van de productieweg, maar we zijn hier op de Zuidwenk. Ja, dat klopt. We zijn een nieuwe weg ingeslagen met de Heinen Hopman installaties. We hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel energie en aandacht aan scheepvaart gegeven. Airconditioning installaties op aanboord van schepen, van jachten, van offshore. En daarnaast was Geotherm een los bedrijf dat heel veel deed in duurzame installaties. En we vonden het wel handig om die twee diensten samen te brengen. En een installatietak apart van de engineering van schepen op te zetten. Dus die zich volledig focust op gebouwinstallaties en duurzame installaties in gebouwen. Dus alles wat op land is, is Heinen Hopman installaties. En alles wat op zee is, is Heinen Hopman engineering. En alles wat op land is, zit op de Zuidwenk. En alles wat op zee is, zit op de productieweg. Kijk, dat is een hele goede formulering. Gelukkig zitten we hier even dan op het land, op de Zuidwenk. Ja, en Geotherm is dus, voor de duidelijkheid, een onderdeel van installaties. Ja, dat is eigenlijk gefuseerd met installaties. Geotherm werkt alleen wel landelijk. Daarom hebben we de naam Geotherm ook nog in ere gehouden. En Heinen Hopman installaties is echt lokaal voor de mensen bijvoorbeeld thuis en voor de cv-ketel, maar ook voor de bedrijven lokaal en heel klein beetje regionaal. Maar wij hebben niet met Heinen Hopman installatie de ambities om landelijk te gaan werken. En met Geotherm doen we dat al een hele poos. Dus de naam Geotherm laten we wel als merknaam in ere. Maar de diensten en de faciliteiten zijn eigenlijk onder één dak gebracht. Installatie, denken de mensen natuurlijk aan hun eigen cv-ketel. Ja, dan is er natuurlijk ook de bekende service, 24/7. Ja, dat is eigenlijk ons motto. We hebben net ook een hele nieuwe website laten maken die helemaal ingericht is op service en op persoonlijke aandacht. Waar eigenlijk het bedrijf al jaren bekend om staat, om de goede service, om de persoonlijke aandacht, om ook wat we terug doen voor het dorp. Ja, dat zit eigenlijk door in ons hele DNA en dat willen we heel graag ook uitdragen. Nu zien we de laatste tijd ook een trend van energiebesparende zaken, zonnepanelen en dat soort zaken. Ja, en dat is heel mooi nu Geotherm en Heinen Hopman installaties eigenlijk gefuseerd zijn. Kunnen we van die kennis en technieken kunnen we heel mooi gezamenlijk gebruik maken. Jullie zijn natuurlijk al behoorlijk bekend in het dorp en in de regio, maar vandaag een hele speciale open dag. Ja, inderdaad, want zoals ook jij al vroeg aan mij, is bij hoop mensen niet bekend wat nou eigenlijk de achterliggende gedachte is van deze stap en wat überhaupt Heinen Hopman installaties doet. En we vonden dat wel een geschikt moment om nu, ook met het winterseizoen in het vooruitzicht, om een open dag te houden, zodat iedereen kan zien wat wij hier doen en waar ze ons voor kunnen benaderen. En ja, in de hoop dat we daar iets voor terug kunnen doen en dat in de winter iedereen er mooi warmpjes bij zit met een Heinen Hopman installatie. Gemeente Amersfoort heeft 35.000 euro subsidie verstrekt aan het Oostwende College in Bunschoten. Het geld is bestemd voor het project Ondernemend Onderwijs. Hier aan tafel Henk Koelewijn, directeur van het Oostwende College. Ondernemend Onderwijs, wat houdt dat in? Nou, Ondernemend Onderwijs is een onderwijsconcept waarbij we leerlingen vaardigheden willen aanleren die belangrijk zijn voor de toekomst. Vaardigheden als doorzetten, samenwerken, presenteren, creativiteit. Dat zijn vaardigheden die vaak ondergesneeuwd zijn in het onderwijs. Omdat er een grote vraag is om goed te presteren op Nederlands, Engels, Duits. Terwijl er heel veel vaardigheden zijn die veel belangrijker zijn. En die
meer aangeven of je succesvol zult zijn in de toekomst bij een vervolgstudie of beroep. Nou, wij hebben als Oostwende gekozen om 20% van de onderwijstijd te gaan gebruiken om die vaardigheden meer naar voren te halen, ook bij leerlingen te ontwikkelen. En op welke manier gaan jullie dat doen? Nou goed, we hebben net een 2 jaar terug is dit traject ingezet. Maar we hebben net een mooie subsidie binnengehaald van de gemeente Amersfoort. 35.000 euro, de maximale subsidiebedrag wat een aanvrager kon krijgen. En we waren 10 van de aanvragers van de 30 die hem binnengehaald hebben. En slechts 2 hebben het maximale bedrag gekregen. Dus we zijn eigenlijk heel trots. Ja, geweldig. Dat voelt als een prijs. Precies, dat voelt als een prijs. En de subsidie was bedoeld voor de aansluiting van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dus wij... En ik vraag die bij mij opkomt is ook waarom van de gemeente Amersfoort, terwijl de school in Bunschoten staat? Ja, ja. Nou, Bunschoten staat in de regio Amersfoort. En wij willen ons onderwijs ook van belang laten zijn voor niet alleen Bunschoten-Spakenburg, maar ook voor de regio. En de gemeente Amersfoort die vond dit concept en dit idee zo interessant dat ze dachten van nou, wij vinden het prima als Bunschoten, die in onze regio ook valt, die subsidie krijgt. Want mensen uit Bunschoten, leerlingen uit Bunschoten, zullen niet alleen gaan werken in Bunschoten-Spakenburg, maar ook in de regio terechtkomen. We hebben gehoord dat in Zweden het onderwijs heel anders is. Hè? Daar wordt bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op ontplooien van de kinderen zoals ze zijn. Laat ze wat meer drama, wat meer sport, wat meer andere dingen doen dan alleen maar de boeken induiken. Ja, ja, dat is mooi dat je dat zegt, Zweden. Nu wil het geval dat volgende week woensdag gaan wij met een delegatie van Oostwende, gaan we met 4 à 5 collega's gaan we naar Zweden om het onderwijsconcept daar ook te bekijken en te kijken van wat zijn nou ingrediënten die wij kunnen gebruiken voor ons onderwijsconcept. En was dan ook dit wat ik net noemde daar aanleiding toe? Nee, dat was niet zo. Dit was al daarnaast gepland. Dus die, maar vanwaar de interesse in Zweden, in het onderwijs in Zweden? Ja, in heel Nederland is er wel interesse in het Zweedse en Finse onderwijs. Omdat daar gewoon ook goede resultaten worden geboekt. En wij willen gewoon, ook als Nederland natuurlijk, steeds het beste jongetje van de klas zijn. Dus we willen blijven ontwikkelen, blijven leren. Ja. Dat is trouwens ook heel ondernemend om steeds stappen te zetten. En Nederland wordt wel eens toetsland genoemd. En daar is er geen toetsing meer. Geen rapporten op een enkele toets per jaar na die binnen de school blijft. Klinkt voor mij als moeder ook wel aantrekkelijk. Ja, ja, dat geloof ik. Maar goed, nogmaals, uit onderzoek blijkt gewoon dat vaardigheden veel beter het succes aantonen. Kijk dan bijvoorbeeld een 8 voor Duits. Stel dat je nooit iets meer met Duits gaat doen. Waarom zou je dan zoveel Duits moeten in het onderwijs moeten stoppen, zeg maar. Dat is ook wel wat veel kinderen verzuchten natuurlijk, ja. Hè, die er helemaal niks mee hebben. Ja, ik heb nu ruzie met 2 collega's Duits, denk ik, op de, op de school. Het had ook Frans of precies, iets anders kunnen zijn. Ja. Aanstaande donderdag is er een avond. Wat kun je daarover vertellen? Nou, aanstaande donderdag is er een avond op het Oostwende College, waarbij we heel veel ondernemers uit de regio hebben uitgenodigd om mee te denken met ons onderwijsconcept. Ondernemers weten als geen ander van, hey, als er een werknemer binnenkomt, dan zal die succesvol bij ons zijn als die en die en die vaardigheden beheerst. En wij willen graag van die ondernemers horen welke vaardigheden zijn er van belang, zodat wij onze leerlingen die kunnen aanleren, zodat ze succesvol zijn bij een vervolgstudie of beroep. En dat is eigenlijk het doel van de avond 1. En het tweede doel is, we willen een uitzendbureau presenteren, waarbij ondernemers ook werkelijk opdrachten kunnen uitzetten bij ons op school, die wij kunnen zo kunnen formuleren dat leerlingen daarmee aan de slag gaan. Zo was er bijvoorbeeld een ondernemer van de winkeliers, die gaf aan, kun je niet een aantal leerlingen sturen om te kijken of mijn winkel aantrekkelijk genoeg is voor jongeren, of dat ik die misschien moet aanpassen voor jongeren. Nou, die opdracht die gaan ze krijgen. Dan komen ze met een product. De ondernemer gaat aangeven, nou, ik vind het wel een goede tips. En die kan dan misschien daar zijn winst mee doen. Ja, wat goed. Wat goed ook van een ondernemer om inderdaad de hulp te vragen van jongeren. Hè. Neem ze serieus, want ze zijn niet gek. Precies, en wij vragen ook aan de jongeren zelf bij ons. Maak zelf maar opdrachten die je wilt gaan uitvoeren, wat past bij jouw ontwikkeling. Ja. Dus jongeren kunnen veel meer dan dat wij denken. Ik denk dat we heel erg verrast zullen worden inderdaad van wat erin zit. Want hier hebben we ook het kaartje, daar kun je ook iets over vertellen. Ja, we hadden een opdracht gegeven aan een meisje of zij een tekening wilde maken hoe zij zichzelf ziet in de toekomst. En dit kaartje, deze tekening heeft ze gemaakt. En we vonden dat zo'n goede tekening, die passend was bij de ondernemer de avond van aanstaande donderdag, dat we dit als uitnodiging hebben verstuurd naar alle ondernemers.
En trots dat ze was toen ze het kaartje zag. Geweldig. In haar boek legde ze het. En, het is gewoon een prachtig idee en voorbeeld van hoe het ook kan. En het begin van de opbouw van een mooi portfolio. Dat denk ik. Ik denk dat zij merkt dat ze gewoon zelf heel creatief is. Ja. Dus misschien zijn er wel ondernemers die denken van nou, dat meisje willen we wel bij ons in huis hebben om onze PR verder vorm te geven. Is dit nou op alle niveaus? VMBO, dat HAVO, proberen we. We starten zo meteen in de eerste twee leerjaren als een pilot. Die subsidie van 35.000 euro die raakt ook op een gegeven moment op. Dus we moeten ook nadenken over het vervolg, zeg maar. Maar we willen het uitrollen naar alle leerjaren. Ja. Wat gaat er aangeschaft worden voor die 35.000? Is er al een idee? Ja, we hebben een digitale omgeving nodig. Dus we hebben onze ICT-werkgroep aan het werk gezet om dat te gaan onderzoeken. Van wat is gemakkelijk om in te kunnen loggen? Ja, daar heb je toch experts bij nodig. Dus dat wordt in ieder geval aangeschaft. En we hebben wat formatie nodig. Wat uren van mensen om die opdrachten te kunnen herschrijven, ontwikkelen. En fysiek komt er ook werkelijk een uitzendbureau. We noemen het nog steeds uitzendbureau, maar misschien word je dan op het verkeerde been gezet. Ja. Maar het wordt echt een plek waar opdrachten neergezet kunnen worden en afgehaald kunnen worden. Misschien een goed idee om daar eens een leerling over te laten nadenken. Hè, van exact. Hoe kunnen we dit beter benoemen. Ja. Tot slot, aanstaande donderdag, voor welke ondernemers? Want je noemt net iemand, hè, een winkelier was dat in dit geval, die erop reageerde. Maar je kunt natuurlijk van administratie tot pedicure, noem maar op. Wat voor ondernemers? Alle ondernemers zijn welkom. Want iedere ondernemer zal vroeg of laat wel werknemers in dienst hebben. Dus het kan een ondernemer zijn die 2000 mensen in dienst heeft. Of een ondernemer die 2 mensen in dienst heeft. Of misschien een particulier. Ja. Ja, iedereen is welkom. Waar en hoe laat? Vanaf 7:30 is er inloop met een lekker stukje gebak en een kopje koffie. En om 8:00 begint het officiële programma. Wil niet te lang. Het is ook een netwerkavond, dus tot 9:30. En dan is er ruimte om nog wat te netwerken. In de school, neem ik aan. In de school, ja. Henk Koelewijn, dank je wel. Of ik zie dat je nog iets wilt zeggen. Ik wil zeggen in de school, in het Oostwindercollege. Ja, precies. Dat mogen duidelijk zijn. Dank je wel. Succes met dit ondernemende initiatief. Ja, dank je wel. Genoemd, hè? Ja, Spakenburg is inmiddels na de Spakenburgse dagen en de visserijdag wel bekend. Iedereen kent de helling, de havens, het centrum enzovoort. Maar niet iedereen realiseert zich hoe mooi Bunschoten is. We bekeken vanuit de lucht de schoonheid van de stadsweide, Korenmolen De Hoop en alles wat Bunschoten nog meer te bieden heeft. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wonen. Je grond, daar waar die molen staat, waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar weer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt. In de stille avond stond de zon ten onder ging. En ik haar bij de molen vond in zoete mijmering. Toen fluisterde
zijn wij in koor, o heerlijk samen te zijn. De molen draaide rustig door en ik zei liefste mijn. In zorg- en wooncentrum De Haven worden regelmatig helpende handen gevraagd. Zo ook nu. Elke vrijdagmiddag vindt in de recreatiezaal de weeksluiting plaats. Rondom deze weeksluiting zijn vrijwilligers actief die cliënten ophalen en terugbrengen. Ze schenken koffie en thee en ze maken na afloop de zaal weer in orde. Per direct wordt een vrijwilliger gezocht die tijdelijk wil helpen, zodat de periode wordt overbrugd tot er een vaste vrijwilliger gevonden is voor dit werk. U bent van 2:30 tot 4:30 nodig. Er is ook een vrijwilliger nodig voor de volgende activiteit. Elke dinsdagmiddag wordt er door bewoners gehandwerkt in de recreatiezaal. Deze activiteit wordt door vrijwilligers begeleid. Voor het schenken van een kopje koffie en thee is ook een vrijwilliger nodig. Ook deze tijden zijn van 2:30 tot 4:30. Wilt u zich aanmelden bij de activiteitenbegeleiding wanneer u wilt inspringen? Via telefoon 033 247 6881 of per mail ab@dehaven.nu. Vrijdagavond stond het hele Spuiplein in het teken van het Fashion Festival. Er was een openlucht modeshow over de catwalk van maar liefst 14 meter te zien vanaf de terrassen. Vrijwel alle kleding- en schoenenzaken deden eraan mee, maar dat was nog niet alles. Geniet even mee. Nick en Nick niet alleen voor meisjes, hè? Dat is een misverstand. Nick en Nick is ook voor jongens. Super story. Chakra is een winkel die er wil zijn voor elke vrouw. Niet alleen maat 36, maar ook voor de plus-size vrouw. Zij hebben mooie mode voor maat 54, vanaf 36 tot 54. En hoe mooi kan je zijn met een plus-size? Trendy brillen. Monturen die een stijlvolle hoek hebben. Casual, maar ook chic. Voor alle leeftijden zoeken we steeds naar de nieuwste van de nieuwste. Zoals u ziet is momenteel rond, metaal en lichte kleuren helemaal hot. De trend van de zonnebrillen zet zich voort in de dagelijkse bril. Benieuwd? Kom heel snel kijken bij de opticien. Het thema is Indian Summer. Gisteren keer het look. Spreten, verkrijgbaar bij Bouclé. Die hebben ze allemaal gebruikt. Ze zijn echt niet net van Gran Canaria, allemaal in de spreetent van Iban. In de Indian Summer Glow. Mix en match van materialen en kleuren.
bedrijfsvoering van Chica Chic is vanaf 34, 44, 46 en zeer binnenkort zelfs tot maat 48. Double Beauty is een creatieve kapsalon waar u zich vooral thuis voelt. Zeggen ze zelf maar kunstenaars. Haar is hun passie en ze gaan samen met u op zoek om een stijl te vinden die bij u past. Nu de dames van Diva bij Diane en Bo. Diva bij Diane en Bo, de fashion boutique van Spakenburg. Elke week een te gekke nieuwe collectie. Die zijn een aantal jaren elke maandag houdt stipt om 7 uur showen op hun social media kanaal. Bij Diva kan je jezelf zijn en ben je altijd welkom om inspiratie op te doen. De modellen van Basta dragen de schoenen van Heek Schoenen. Bij Basta vind je Nederlandse merken. Van steady merken die al jaren meegaan en begrip zijn. Ieder seizoen weer een fantastische collectie uit te brengen. De schoenen die de modellen van Basta dragen zijn van Heek Schoenen. Bij Basta op de ziel. Basta is sterk in accessoires. Trots zijn ze op de Nederlandse accessoires van Rebel & Rose. Pick & Hen. Leren tassen, leren riemen van Wilskin. En portemonnees van Wilskin. Met hun inspirerende team van mooimakers. Welke modestijl jou laat stralen? De dames zijn de Engel Priest. Kijk, het is ook leuk om even je jas uit te doen. En let ook op de schoenen van de modellen, want dat maakt de outfit pas echt af. Ga dus voor een totaalplaatje, zoals One Hair het aan. Een junior mee niet te vergeten. Dit is nou de junior man. Eigenlijk te groot. One Hair kunt u vinden op de Zuidwing. Ook deze stoere kopjes zijn verzorgd door het knipatelier in de Vissensteeg. Van jou ook aan. Serengeti brillen. De schoenen zijn van Zandbergen schoenen. Dan is het nu weer de opticien met hun hippe tweeling. Ze dragen bij scherp zoeken naar mooie trendy brillen. Monturen die een stijlvolle look hebben. Oversize-jassen, parels, ruiten, borduursels. De wintercollectie zit vol met referenties naar Scotch en Soda. Van Diva bij Diana en Bo. Hier zijn weer de boys van Freeware met de brillen van Pearl op de jam. Freeware verkoopt dames, heren en kappers, Spakenburg. Tot slot nog een leuk nieuwtje. In Dierenpark Amersfoort is olifant Kina maandagmorgen rond 4:30 in de ochtend bevallen. En wel van haar eerste jong. Wat een geweldig moment om dit mee te mogen maken, vertelt olifantenverzorger Rob Saris. Hij was getuige van de bevalling.
Na een dracht van 22 maanden is onze Kina voor het eerst moeder geworden. Het Amersfoortse dierenpark is nu de enige Nederlandse dierentuin waar 4 generaties olifanten samenleven. Het is een jongetje en iedereen kan meedenken over een naam voor het olifantenjongetje. Moet wel een naam zijn die bij de stoere olifantenfamilie past. U kunt reageren via Facebook Dierenpark Amersfoort. Dit was Spakenburg Nu. U kunt het nog bekijken tot 11 uur en later via YouTube. Donderdag is er weer Los Politiek, vrijdag Los Sportcafé. En zaterdag kunt u de weekendeditie van Spakenburg Nu verwachten. Nog een fijne dag.